Hey, allemaal, vandaag Jordan vanuit Gamingcast en welkom bij een nieuwe episode van het DGC Minecraft Let's Play. En ja, als het goed is vandaag episode 31 en gaan we ons bezighouden met villager trading en breeding. Ja, en we gaan zo meteen een beetje, ga ik jullie uitleggen hoe villager breeding en trading nou werkt. Maar eerst wil ik jullie eventjes snel laten zien de progressie in de village. En zoals jullie zien staat er al een tweede toren bij. En ik wil eventjes laten weten waar deze, waar deze village is, of waar die zich bevindt ten opzichte van de andere dingen. Dus nou, in ieder geval daar hebben we de witch farm. En als het goed is hebben we daar zo hebben we ergens een ice farm zitten. Daar is, achter is de iron golem farm en daar is de village. Nou, in ieder geval, we gaan nu naar de village toe. Verder farming is prima. We kunnen trouwens ook bijna enchantment doen, dus dat is ook wel relaxed. Ik heb ender pearls bij me, dat is mooi. Dan kunnen we wat sneller daar naartoe komen. En nou ja, ik heb dus in ieder geval die tweede toren erbij gebouwd. Ik ben nog niet verder gegaan dan dat. Maar ik heb nog wat extra wol nodig om de toren af te maken. Ik heb nu 6 wol bij me, maar ik zoek even naar mijn shears. Om deze schapen onderweg eventjes te shearen. Dat heb ik al een aantal keer gedaan. En dat werkt eigenlijk best prima. Maar niet als ze me steeds maar 1 blokje wol geven. Juist, oké, die gaf er geloof ik 3. Op dit moment leef ik eventjes op carrots, dat is een slecht idee. Laten we lekker op steak weer gaan leven, dat is wel relaxed. Ja, eigenlijk een van de chillste voedselbronnen in Minecraft. Misschien is het wel de chillste voedselbron. Maar ja, ik heb in ieder geval heel veel zin in de nieuwe update. In de update 1.7, vanwege de biome veranderingen en weet ik wat allemaal. En er komt echt ziek veel nieuwe stuff bij. En vooral het vissen, dat is ook wel lachen. In de nieuwe update. Ja, dat is één ding. Ja, dat is een belangrijk aspect in een nieuwe update. Het vissen, zou ik zeggen. Dus ja, het is wel een van de leuke dingen dat die geïntroduceerd worden. Ja, nou, we maken dit eventjes voor het deel af. Zodat, ja, zover we kunnen. Ik heb eventjes niet meer wol op zak of ergens in een chest, geloof ik. Dus we zouden het voor nu hier even moeten doen. Maar ik zal eventjes nou laten zien hoe het er dan ongeveer uit komt te zien. Als, ja, ze beide nu gewoon wol ook aan de zijkant hebben. En ja, het ziet er best prima uit. Ik vind het eigenlijk best wel mooi, maar ja, meningen verschillen natuurlijk. Het enige wat ik, ja, waar ik even aan moet wennen is dat het niet centraal staat. Het staat niet in het midden van de plek, laat maar zeggen. Het staat, ja, het is een beetje asymmetrisch als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, als je hier zo loopt dan zie je maar de helft van de toren. En het liefst zou ik dan de hele toren willen zien. Maar, nou ja, weet je, als hier toch nog een markt in een stal komt, waarom dan, waarom niet zou ik zeggen. Misschien is... Moet je af en toe eens van de symmetrie afstappen en maar eens iets asymmetrisch gaan doen. Maar ja, zo zien de torens er in ieder geval nu uit naast elkaar. Ik vind het best mooi. Binnenkort gaan we verder aan het huis. Ja, misschien over een aantal episodes. Ik weet nog niet zeker. Maar dat zullen jullie wel merken als ik ideeën heb gekregen daarvoor. Oké, wat hebben we allemaal nodig voor vandaag? Ik heb greenstained clay bij me meegenomen. Eventjes wat chickens killen snel. Die kill ik altijd eventjes. En als het goed is heb ik hier ook nog even wat koeien die gekild kunnen worden. Zijn ze al volwassen? Ja, ze zijn al volwassen. Dus die kan ik ook meteen even killen. En dan kunnen we meteen de steak meenemen. Maar ik heb greenstained clay bij me om ja, het frame, laten we zeggen, bij de villagers te gaan maken. Ik heb een, ja, in mijn creative wereld heb ik een frame bedacht, laat maar zeggen. Aha. Dat is nice, weer 15 steek erbij. En eigenlijk zou ik ze dan ook meteen weer even moeten... Oh, die doe ik in de chest. Eigenlijk zou ik ze dan ook weer eventjes snel moeten breeden. Dus laten we dat ook maar eventjes snel doen. En dan ga ik jullie zo meteen uitleggen hoe je een, ja, een villager breeder cell moet maken. En ja, een beetje iets uitleggen over trading met villagers. Oh, trouwens, misschien krijgen we nu level 30. Wat er wel in zit op zich. Ja, level 30 zou moeten kunnen. Juist, oké, level 30, dat is mooi. Oké, dan gebruiken we deze hendel om de, een paar van die koeien ja, ook hier naartoe te laten gaan. Oh, ben jij eruit? Ja, hij is eruit. Oké. Ja, die moeten wel afgemaakt worden helaas. Kom hier. En ben jij er ook uit? Ja, jij bent er ook uit. Oké, nou in ieder geval, je zit er een aantal koeien in. En ja, die geven ons een lekker steek. Maar dan blijven daar ook een paar jonkies achter volgens mij. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar ja, boeien, ik bedoel... Het werkt in ieder geval, dus ja, we kunnen erop leven. Qua chicken supply gaat het ook redelijk prima. Wow, hoe kom jij hieruit? Jij gaat even down. Jij hoort er niet. Chicken, ik heb een paar raw chicken erin zitten, maar dat is niet zo erg. Veel eieren trouwens, die kan ik ook hier in de dispenser gooien. Want steeds al de volwassen chickens die...
hier zo komen te zitten. Die produceren natuurlijk ook eieren. En ja, meestal gooi ik die dan gewoon terug de dispenser in. Ja, om de kleintjes weer te creëren. Dus nou, prima toch. Zo werkt het wel goed. Ik heb hier al een stack cooked chicken. Dus nou, in principe als er een steak op is, dan kom ik naar de chicken farm. Maar we kunnen inmiddels een boek enchanten. En volgens mij heb ik ergens boekenkasten. Volgens mij heb ik die in de chest bij de villagers gestopt. Even kijken hoor. Nee, volgens mij is het in de chest bij de village. Ik heb trouwens twee echt best wel chille boeken. Maar daar gaan we nu eventjes niet verder op in. Laten we even snel een enchant doen. Of zullen we die aan het eind van de episode doen? Nee, laten we die maar gewoon nu meteen doen. Zou ik zeggen. En als het goed is dan heb ik daar zo een boek. En dan kunnen we die even gaan enchanten, want daar is ook de enchanting setup. En dan ga ik jullie zo meteen in Creative Mode wereld uitgebreid vertellen over de villager breeding en trading. Maar ja, laten we dus eerst eventjes onze enchantment fixen. En volgens mij hebben we hier, als het goed is, boekenkasten. Juist, oké, okay, we hebben een bookshelf en die gaan we eventjes kapot maken, zodat we de boeken krijgen daarvan. Kunnen we gewoon met een axe doen. En dan gaan we eventjes een boek enchanten, oké. Okay. Nou, één is prima. Ik kan er ook niet meer enchant op per keer. Oké, okay, daar is de enchanting setup. Hoppa, en de pearl naartoe. En enchanten maar, zou ik zeggen. Power 4. Wow, dat is eigenlijk niet eens een slechte enchantment. Voor een boog natuurlijk is het zeker geen slechte enchantment. Vraag me eigenlijk af of je power 5 kan maken als je twee keer power 4 samenvoegt. Ik heb het eigenlijk nog nooit geprobeerd. Ik heb natuurlijk wel efficiency 5 op deze pickaxe. Dus dat heb ik wel eens geprobeerd om efficiency 4 en efficiency 4 te combineren. Dan krijg je efficiency 5. En die pilaar moet trouwens nog even weg. Komt natuurlijk net één blokje tekort waarschijnlijk. Of niet? Is het één blokje? Oh, het waren meer dan. Oké, okay, nou, laat ik toch voor zeker maar even twee extra mogen bouwen. Oh, dat was het nu nog maar één. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, dit is gefixt. Ja, wat is dit nou eigenlijk? Nou, dit is dus de breeder zelf. Volgens mij heb ik het al eigenlijk verteld. En zoals je ziet, er zitten al twee kleintjes in. Maar we gaan nu eens eventjes naar een creative mode wereld. Om, ja, uitgebreid aan jullie uit te leggen hoe villager breeding nou precies werkt. En trouwens, hier zie je ook wat ontwerpen die ik heb gemaakt voor in de wereld. Maar oké. Okay. Oké, dat was dus niet de bedoeling. Toggle down, downfall, hoppa. En nou, ten eerste, hoe maken we een breeding cell? Nou, dat is heel simpel eigenlijk. Ik had zelf eigenlijk niet echt kunnen verzinnen hoe simpel het was, maar het is best wel simpel. Ik gebruik nu eventjes een... Wacht even hoor, ik doe eigenlijk liever een 3x3 grond. Daar hebben ze wat meer ruimte gewoon. Het maakt niet uit hoor, je kan ook gewoon een 2x2 grond nemen. Alleen ik vind eigenlijk, ja, 3x3 heb je gewoon wat meer ruimte. Maar wat ik doe is, ik maak dit twee hoog zodat ze even niet kunnen ontsnappen. De villagers dan. Oké, nou, hier stoppen we dus zometeen twee villagers in. Maar wat we doen is eerst, we gaan een aantal blokken omhoog. Ik doe er eigenlijk 5 meestal. En vervolgens maken we hier eventjes snel een platformpje. En op dat platformpje komen deuren. Dus op deze manier. En vervolgens kunnen we die afsluiten. Oh, trouwens, ik had het hier nog... hier had ik alvast te proberen een setup te maken. Die moet eventjes weg dan, deze setup. Oké. Okay. Hoppa. Is wel chill gedaan in creative mode. Dus snel weg kan halen. Nou, dit is in principe wat je nodig hebt ja, voor een villager breeder. Je stopt één villager hier. En je stopt er hier twee beneden. En ze zouden na verloop van tijd... zouden ze... Ja, gezien worden als... Ja, twee villagers. Ja, op dit moment zijn ze het ook wel. Maar ik bedoel, op een gegeven moment heeft de game door dat... Ja, ze kunnen gaan breeden. Dat duurt meestal wel eventjes. Maar ja, en in principe is dit het basisidee van villager breeding. Je hebt één villager hierboven met minimaal 6 deuren. En je hebt... twee villagers daar beneden minimaal om te breeden natuurlijk. Nou, dan gaan we nu eventjes iets meer gedetailleerd in op de breeding. Of ik bedoel, op de trading. Daarvoor heb ik even fences nodig, snel. Daar gaan we ze eventjes in houden. Dus fence. En dan een villager. Ah, perfect. Meteen de goede villager die ik wilde hebben. De villager waar wij in geïnteresseerd zijn is een librarian. Jij gaat eventjes weg. De villager waar wij in geïnteresseerd zijn is een librarian. En een librarian zorgt voor een paper trade. En niet alleen voor een paper trade, maar zoals je ziet heeft hij natuurlijk ook andere trades ter beschikking. Maar wat wij willen bereiken is dat wij op de 8e trade die hij heeft, dus je moet 8 van deze trades hebben, maar op de 8e, de laatste dus,
Verder gaat hij trouwens niet. Op de 8e trade willen wij de paper trade hebben. En waarom willen wij die op de 8e trade hebben? Nou, als wij deze trade vaak genoeg doen, dan krijg je meestal een kruis hier, weet je wel, zodat het niet meer werkt. Maar als wij hem op de laatste trade hebben, dan kun je hem oneindig gebruiken. En wat ook nog mooi is, de trades die je hier zo op een gegeven moment een kruis krijgen, kunnen we met de laatste trade, als we die gebruiken, de laatste trade, kunnen we weer de rest van alle trades weer unlocken. Dus dan kun je alle trades weer gebruiken. Nou, wij willen dus dat met paper trade gaan doen. Dus op een gegeven moment krijgt deze villager krijgt de paper trade. Dat hangt er een beetje van af op welk nummer die komt. Maar je wilt hem natuurlijk op nummer 8 hebben. Op de 8e trade wil je graag de paper trade hebben. Nou, en dat is eigenlijk in principe wat we willen gaan doen. Om emeralds te bemachtigen. Dat is de paper trade. Nou, ik wil nu nog een andere setup even snel maken. En dan heb ik een black... Oh, ja, precies. Het was wel de goede villager, maar hij loopt nu vrij. Helaas. Even snel een zwaard als het kan. Het was eigenlijk precies de villager die ik nodig had, trouwens. Een blacksmith. Alleen, waar ga jij heen, vriend? Hij denkt even vrijheid, maar toch ook weer niet. Oké, die zijn we nog niet gebreed. Het moet als het goed zo wel gaan gebeuren. Weer een librarian. Nope. Ik heb een blacksmith nodig. Nope. Nope. Waarschijnlijk gaat het even duur of ik een blacksmith te pakken heb. Nee. Nee, het leek er wel even op. Is een slager. Nee, is een normale villager. Nou, kom op. Nee, een librarian. Blacksmith, AUB. Kom op. Dat is niet zo moeilijk om een blacksmith te spawnen. Oh, jawel. Ja, ah, de H. We hebben er een. Mooi. Kill you. Oké. Nou, wat kunnen we met een blacksmith doen? Trouwens, kijk elkaar echt recht in de ogen aan. Oké, dan. Een blacksmith, ja, dan gaan we hier eigenlijk meteen naar het volgende issue. Je ziet hier de iron trade. En de iron trade is eigenlijk precies ongeveer de paper trade. Als je een iron farm hebt, is de iron trade natuurlijk heel chill. Maar je wilt ook hier, wil je de iron trade op de laatste slot hebben. En ik weet eigenlijk niet meer hoeveel trades de... blacksmith heeft. Dat zou ik dan eventjes een keer moeten testen. Of nou, in ieder geval, ik zou zeggen, zoek het even op hoeveel die heeft. Maar in ieder geval, als je op de laatste trade, wil je dus de iron trade hebben. Om ja, in principe hetzelfde verhaal. Om alle trades die je al hebt, te vaak hebt gedaan, bedoel ik. Met zo'n kruis er doorheen, om die weer te unlocken met de iron trade. Dat is gewoon het chillste. En als je dus een iron farm hebt, dan kun je ja, min of meer oneindig emeralds bemachtigen. Zoals nou, als je trade, ja, dan kun je dus oneindig emeralds bemachtigen. Maar nog eventjes snel een detail. Elke keer als je een trade volbrengt, dan gaat die min of meer naar de volgende trade. Heel soms is het zo dat je een trade vaker moet gebruiken om naar de voordat hij naar de volgende trade gaat. Maar dat is heel soms. Dus op zich, ja, maakt dat dus wel uit. Ja, hoe snel je dus op de laatste trade bent. Maar dat is in ieder geval voor de feeder trading. Hebben ze nou al gebreed? Nee, oké. Ik moet even uitzoeken wat hier mis is. Er is nog iets niet helemaal goed. Ik ben zo weer terug als ik het gefixt heb. Ah, dit werkt zo raar, man. Op de een of andere manier schijnt die andere die ik daarnet heb gemaakt... ja, niet... te werken. Alleen deze werkt volgens mij wel weer. Dus ik heb geen idee wat nou precies het verschil is met deze en die. Maar ja, ja, nou, nee, ik had deze ingebouwd, wou je zeggen. Nee, maar daar ligt het niet aan. Want op die andere wereld, op de survivor wereld van ons, daar werkt het ook gewoon op die manier. Maar ja, het is een beetje raar, maar ja, je moet ongeveer de 6 deuren moet je aanhouden in ieder geval. Dus dat design kan je best aanhouden. Alleen ja, het was een beetje random dat het niet helemaal werkte. Maar in ieder geval, dit werkt wel hoor. Het heeft alleen al eventjes tijd nodig voordat de eerste twee breeden, laat maar zeggen. Dus misschien, ja, zie je, het werkt gewoon. Alleen, ja, blijkbaar was er dus iets niet goed. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat dan niet helemaal goed was daar zo. Maar ja, dit is exact hetzelfde. Dus, ja, schiet me lek, zou ik zeggen. Ik heb geen idee wat het verschil tussen deze twee is. Ja, buiten het feit dat deze zo is gebouwd qua 3 deuren naar rechts links. En daar heb ik ze gewoon ja, in een rechte lijn gebouwd. Maar ja, verder is dus geen verschil. Maar ja, in ieder geval laten we ja, nu teruggaan naar de wereld om ja, een beetje te gaan bouwen nog voor ja, de tijd die we nog over hebben. Dus ik zie jullie daar. Oké, we moeten 2 naar buiten. Dus dat is 2 zo, eigenlijk 3.
En dan moeten we 7, dus 1, 2, 3. En dan moeten we gaan beginnen met de green stained clay. En die gaat omhoog. Ik weet niet precies hoeveel blokken, maar ja, ik doe nu eventjes gewoon een aantal. En dan doe ik hetzelfde voor aan de andere kant. Dus dan moet ik eventjes het midden zoeken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En dan gaan we hier ook omhoog. Ja, hier zo. Ja, volgens mij hier. Gaan we ook weer omhoog. Ja, het is best wel een prima design, zou ik zeggen. Ik had hem trouwens net ook in die wereld gemaakt. In de Creative Mode wereld waar we net zaten. Daar heb ik het design ook gemaakt. En we gaan gebruik maken van, even kijken hoor. 3, 6, 6 maal 4, 24 emerald blokken. Ja, dat is eigenlijk best veel. Maar in ieder geval, dat gaat in het design verwerkt worden. Maar ja, voor nu beginnen we met dit, laat maar zeggen. En eigenlijk moet deze eentje hoger of lager. Zit ik eventjes over na te denken. Ja, maar ja, in ieder geval hier werkt... Wow, oké. Die hoorde ik wat laat aankomen. Maar de reactie was er nog net op het einde. Oké, we snel het gat dichtgooien. Maar in ieder geval, we gaan dus nu gewoon een beetje aan het frame eromheen werken. Het wordt... Ja, best mooi denk ik. Het is weer iets anders dan de bouwstijl dat we in de Village gebruiken. Maar ja, wat we hier verder ook nog gaan doen is een sugarcane farm maken. Om in onze papiervoorzieningen te voorzien. En dat gaan we binnenkort ook maken. Die moet nog één naar onder doorgetrokken worden. Anders ziet het er niet mooi uit. Oké, nou hier komt een hele grote glazen ruit voor verder. Dus we moeten één diagonaal, geloof ik. Zo, als ik het goed doe dan. Ja, ik geloof dat we één diagonaal moeten. Zo, en dan doen we aan de andere kant hetzelfde. En ik weet nog niet hoe ver we deze episode gaan komen, maar ik heb er niet echt de materialen voor, dus ik weet niet of we heel ver gaan komen. Misschien wil ik nog wel iets anders even snel met jullie gaan doen, maar dat zie ik zo nog eventjes. In ieder geval, de belangrijkste voor deze episode is natuurlijk de villagers, toch guys? Laten we trouwens even checken wat voor traits ze hebben. Met deze had ik al een paar keer getrade. Oh ja, ik had er geprobeerd om van deze librarians de perfecte villagers te maken. Maar zoals je ziet, dit is nummer 1, 2, 3. Op de derde heeft hij al de paper trade, dus hij is eigenlijk een soort van nutteloos. Deze villager heeft 9. Deze maakt nog kans op de perfecte villager te worden. Dus we kunnen alvast eventjes een trade doen. Voor glas kopen van hem. Yo, trouwens, iedereen is hier aan het breeden for life. Allemaal hartjes in mijn gezicht. Dat hoeft nou ook weer niet, jongens. Maar oké. Wat heeft hij nu? Een klok voor 11 emeralds. Hij maakt kans op de perfecte villagers. Ik zou het eigenlijk moeten doen. Maar dan moet je echt hopen dat deze wel de goede villager wordt. Want ja, anders heb je natuurlijk voor niks de trades gedaan. En de emeralds verspild. Maar ja, in ieder geval, zo werkt het nou eenmaal in trading. Je begint met niks natuurlijk. En je eindigt, als het goed is, met juist een hoop. In principe moet het aan elke kant hetzelfde. Dus laten we in ieder geval aan de voorkant beginnen. Want verder rest moet gewoon aan elke kant hetzelfde worden gedaan. En hebben we hier in de buurt een furnace? Ik geloof het op dit moment niet. Nee, inderdaad. Dan moet ik eventjes daarheen om snel daar een stack zand in de furnace te gooien. En hopelijk hebben we daar ook nog wat kool tot onze beschikking om de furnace te laten runnen. Maar in ieder geval, deze episode wordt... Het is een beetje... random, laat maar zeggen. Het is wel gewoon een normale episode. Alleen wat korter dan normaal wordt hij waarschijnlijk. Crap, waar is mijn zand? Ah, daar. Potatoes. Wat doet potatoes hier nou in de furnace? Oké, blijkbaar zitten hier potatoes in de furnace die ik eruit moet halen. Jou heb ik niet nodig. En die potatoes heb ik eigenlijk überhaupt even op dit moment niet nodig. Dus die stop ik maar gewoon lekker hier weg. En ik heb geen kool bij me. Lekker voorbereid. Oké, dan laten we het glas toch op dit moment even niet koken. Maar we kunnen wel verder gaan met het ontwerp. Daarvoor heb ik die bij me fences nodig. Ik heb geen fences bij me volgens mij. Of wel 5 fences. Nou ja, in ieder geval kunnen we er 5 sowieso gebruiken dan. Waar is een crafting table? Daar. Om wat extra fences te maken. Daarvoor hebben we sticks nodig. Dat is eigenlijk bij langer na niet genoeg. Nou, laten we eventjes gewoon wat extra sticks maken. En laten we ze gewoon een keer wild doen. Hoppa, gewoon 2 stack sticks, prima. Waarvan we fences kunnen maken. Dat werkte niet. Blijkbaar nu wel. Daar zit... Oké. Tripping shit.
Zo werkt het wat beter, denk ik. Oké, nou, nice. Defenses. Hoeveel zijn het er? 43. Ja, het moet wel even voldoende zijn voor nu. 45 fences. En die bouwen we tegen de pilaren aan. Dus die komen, even denken hoor. Hier, geloof ik. Ja, die komen hier zo. En natuurlijk, uiteraard, aan deze kant doen we hetzelfde. Volgens mij komt hieronder komen Emerald Blocks. Dus daar moet ik eventjes nog een beetje naar kijken. Om jullie zo meteen wel een idee te geven hoe dit helemaal gaat worden, zal ik nog eventjes in de creative mode willen laten zien hoe het eruit gaat zien. Dan hebben jullie alvast een idee van hoe het eruit gaat zien dus. Waarom laat ik dat niet nu eventjes doen? Dan ga ik dit wel even off-camera maken, want dat is eigenlijk wat makkelijker en ook leuker voor jullie om naar te kijken. Dus nou, laten we even snel naar creative mode wereld gaan. En ja, oh, what the heck. Heel veel slimes. Even snel op peaceful en daarna kunnen we weer op hard of zo, weet ik veel, maakt mij eigenlijk niet uit. Het stond toevallig op easy, maar het maakt mij eigenlijk niet uit waarop ik speel zelf. Dit wordt ongeveer het design. Wat ik hier had gedaan is een wat grotere breeding cell gemaakt. Omdat het werkte eerst niet helemaal, dus nou had ik een grotere breeding cell gemaakt. Maar die wordt nu dus een stuk kleiner. Die wordt zoals daar, als je daar in de achtergrond ziet, wordt die gewoon zo groot. Het is dus een totaal andere bouwstijl die, wat jullie van mij waarschijnlijk gewend zijn. Het is met klei gedaan, weet je wel. De steenklei waar we nu ook mee bezig zijn trouwens ook. Het is wat anders. En ik zou zeggen, ik ben er best blij mee hoe het er zo uitziet. Het enige wat minder mooi is als je door het glas kijkt. Dit is nog wel baas, de Vegabree hier zo. Maar dit ziet er dus nog niet echt helemaal goed uit. Maar dat wordt natuurlijk dus aangepast tot die grootte. Dus dan merk je er minder van. Maar ja, ik zou zeggen, kan ik nog wat anders doen deze episode? Volgens mij niet. Laten we dit dan een wat kortere episode maken. En nou, laat ik dan de volgende episode misschien wat langer maken. Qua inhoud misschien. Dan zal ik dit sowieso afmaken. En dan gaan we beginnen met villager trading en zo, zou ik zeggen. Dus dat gaan we in ieder geval volgende episode doen. Ik wil je voor nu bedanken voor het kijken. Vond je deze episode leuk? Laat dan een like achter. En ik zie je in de volgende episode, jongens. Laters.